Goed. Kitty Jong. Ik zei het al, onze strijdbare vicevoorzitter van de FNV. En u kent haar waarschijnlijk ook uit het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad. En uiteraard van Radio en TV. En zeer deskundig, mag ik wel zeggen, op heel de sociale portefeuille. Die heeft ze ook als sociale portefeuille. Dus ik luister met genoegen naar de nieuwe visie van de FNV over dit soort onderwerpen. Julia. Ja, Kitty, jij hebt net een heleboel hier gehoord. Misschien zou jij zelf kort wat kunnen vertellen over wat je gehoord hebt, wat je daarvan vindt, wat jullie beeld is van de FNV op deze ideeën. Wat gaan we morgen anders doen met elkaar? En ik had een kwartier. Je hebt een kwartier, dus je kunt helemaal los. Dat gaat niet genoeg zijn. Nou, laat ik eerst een reflectie doen op de heren voor mij. Ik begin even bij Joop. Recht op bestaanszekerheid ben ik ontzettend voor. Op dit moment, of ik ben in ieder geval voor, ook wettelijk gaan verankeren dat mensen niet in armoede mogen komen. Ik ben op dit moment zelf bezig met een aantal advocaten en hoogleraren om te kijken of we bijvoorbeeld ook de staat aansprakelijk kunnen stellen voor het achterblijven als het gaat om recht op werk voor mensen met een handicap. Dat zijn opdrachten die de staat zichzelf eigenlijk heeft gegeven, maar net zo makkelijk niet nakomt. Daar vind ik het voorstel van Joop inpassen. Daarom noem ik hem ook. Het zou niet moeten mogen in een land als Nederland dat er mensen in armoede zijn. En we hebben nu de voorspelling dat er 1 miljoen mensen volgend jaar onder de armoedegrens gaat zakken. Nog eens zo'n getal zit erop of maar net boven. Dat is onacceptabel, dus dat we die vrijblijvendheid voorbij moeten, dat ben ik erg met Joop eens en dat is wat ik uit zijn verhaal proef. Als ik de basisbanen van Richard, zeg ik maar gemakshalve even, maar dat is natuurlijk niet zo. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft ze ook aanbevolen. En in eerste instantie heb ik daar vanuit de FNV als door een wesp gestoken op gereageerd. En ik hoor dat ook een beetje terug. Na het spreken daarover met zowel Richard als Karin Bloemhof vanuit Groningen, zie ik wel dat ze kunnen, uiteindelijk ook de meetlat van de FNV als vakbond kunnen doorstaan. Als je maar inderdaad mensen niet dwingt, mensen scholing biedt, als ze ook behoefte aan scholing hebben. Maar mensen moeten soms ook van heel ver komen en willen ook die stap weer maken naar het participeren in de samenleving. En dat kan wat de FNV betreft alleen als daar loon, een eerlijk loon voor geboden wordt. En dat is dus niet met behoud van uitkering, dat is dus niet als vrijwilligerswerk, nooit gedwongen. Langs die lat zie ik best dat in het huidige systeem de basisbaan mensen wel een zetje zou kunnen geven om de stap weer te maken. En dan het basisinkomen. Ik kwam hier net binnen. En er zat een meneer achter mij, die kijkt nu ook naar mij. Die zegt van, waarom is de FNV nou tegen het basisinkomen? Sinds kort is het officiële standpunt van de FNV op het basisinkomen dat wij daar een positieve grondhouding tegenover hebben. U heeft het primeur. Nee. Wij hebben daar 5 jaar onderzoek naar gedaan. Alexander natuurlijk regelmatig gesproken. Andere mensen die verstand van zaken hebben daar regelmatig over gesproken. We hebben heel veel onderzoek laten doen. We hebben natuurlijk de internationale vergelijkingen gedaan. Maar we hebben ook de Universiteit van Leiden opdracht gegeven om een gedragswetenschappelijk onderzoek te doen. Dat is nog nooit gebeurd. Dus dat is en met name op wat het effect is van het basisinkomen op de arbeidsparticipatie. Want dat is natuurlijk iets waar toch ook heel veel mensen zich zorgen over maken. Nou, daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de arbeidsparticipatie eigenlijk niet zoveel zal veranderen. Dat mensen willen blijven werken. Dat ze dat niet meer fulltime willen doen. En ze gaan ook niet meer de slecht betaalde vieze banen doen. Ze gaan zich niet meer laten dwingen. Dus die arbeidsparticipatie,
maak ik me ook wat minder zorgen over. We hebben natuurlijk ook heel goed nagedacht, want voorgangers van mij waren er onder andere niet voor, omdat, wat betekent dat dan voor de rol van de vakbond? Nou, ook daar hebben we onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat er een hele grote rol voor de vakbond overblijft, want je wil niet dat al het andere werk gratis gaat gebeuren. Dus daar moeten mensen ook gewoon naar betaald worden, bovenop het basisinkomen. En je wil ook dat er gewoon kwalitatief goed werk overblijft. En wat is dat dan? Dus daar was ik ook redelijk in gerustgesteld. Ons ledenparlement, en Bert is een van de gewaardeerde leden, en ik zag ook Jan Kees in de zaal zitten, helemaal achterin. Die hebben wel gezegd, er zijn wel grote vraagstukken nog op te lossen. En die hoor ik ook wel als ik Reijer hoor praten. Financiering is er één van. Hoe ga je het financieren? Want wij willen als FNV dat er een model komt ter hoogte van een individueel inkomen, dus geen kostendelersnormen zoals we die in de AOW kennen, wel ter hoogte van het AOW-bedrag. Het moet een leefbaar inkomen zijn, voor iedereen afzonderlijk. Voor iedereen die in Nederland woont vanaf een bepaalde tijd. Dat gaat dus heel erg veel geld kosten. Maar je hebt ook nog vraagstukken op te lossen. En die hebben we al onderzoekend. Zijn we daarachter gekomen van ja, wat is nou de manier of de termijn waarna mensen recht krijgen op een basisinkomen? Moet je dan, net als met de AOW, 18 jaar in Nederland hebben gewoond? Onvoorwaardelijk is ook onbetaalbaar. Bovendien, dan gaan natuurlijk, en dat is denk ik een terechte vrees, wil iedereen in Nederland wonen. Dus als je dat doet, en dan is het helemaal onbetaalbaar. Dus je kunt wel makkelijk zeggen onvoorwaardelijk, maar er zit een werkelijk onbetaalbaar prijskaartje aan. Wat doe je dan 18 jaar? Nou ja, waarom 18 jaar? Na 5 jaar ben je al staatsburger, is het dan 5 jaar? Het is voor jongeren natuurlijk enorm aantrekkelijk. Die hele studiefinanciering kan eruit. Maar er blijft natuurlijk wel, nou, als ik even uit mag praten, er blijven ook vraagstukken over. Dus u hoort mij hier zeggen dat wij een positieve grondhouding hebben. Maar er blijven wel vraagstukken over dat als we dit serieus nemen ook onder ogen moeten zien. En een vraagstuk is bijvoorbeeld, wie gaat het vieze werk dan wel doen? Gaan we niet een nieuwe onderlaag creëren? En wie zijn dat dan? Komen er dan nog meer arbeidsmigranten binnen die dat werk voor ons gaan doen? Ik zie gelijk handen omhoog gaan en ik ken mijn eigen achterban ook. En dat zijn nooit vragen, dat zijn altijd stellingen, dat is tot uw dienst. Maar dit zijn vragen die wij proberen op te lossen. Dus wat we als ledenparlement van de FNV hebben besloten onlangs, is dat wij geld gaan vrijmaken voor een vervolgonderzoek. Hopelijk kunnen we een promotieonderzoek naar laten doen, een postdoc of een ander soort onderzoek, om deze grote vragen voor ons op te lossen. En dan komt er daarna nog iets. Wanneer is het tijd om het basisinkomen in te voeren? Ik zeg nu eigenlijk. Maar in deze politieke constellatie, daar kan geen sprake van zijn. De eerste die in de handen staat te klappen is de VVD. Want die zegt alle uitkering eruit. Wij zeggen, hij komt boven op de werknemersuitkeringen. Dat gaan zij nooit toestaan. Basisinkomen van €400 gaat hem niet worden. Dus je zult ook langdurig een betrouwbaar overheid moeten hebben die ook dit niet als een bezuiniging ziet op het moment dat de tij even tegen zit. Dus dat zijn grote vragen. Wij stellen ons dus een langjarig traject voor. Maar dan kom ik op het FNV-verhaal. Wij kunnen ons een langjarig traject niet veroorloven en het basisinkomen kan nu nog niet ingevoerd worden. Het is wat mij betreft, en het was het blokje gedurfde oplossingen, veel urgenter dat wij de bestaande problemen op dit moment gaan oplossen. En die gaat veel verder dan de participatiewet. Dat gaat over het minimumloon. Dat moet omhoog. En ons minimumloon, zoals wij dat berekend hebben, €14, is gebaseerd op dat het 60% van het mediaanloon moet zijn. Dat is wat onlangs Agnes Jongerius in Europa voor elkaar heeft gekregen.
Maar omdat het mediaanloon op dit moment omhoog gaat, naar aanleiding van onze stakingen, geen dank daarvoor, gaat het mediaanloon de 60% ook omhoog en gaan we inderdaad de 15 euro naderen. Dat moet ingevoerd worden. De bijstand mag daar niet van losgekoppeld worden. De AOW mag daar niet van losgekoppeld worden. We hebben de participatiewet, daar moet, en ik denk dat het vanmorgen ook al aan de orde is geweest, daar moet de tegenprestatie uit, daar moeten de sancties uit, daar moet de kostendelersnul uit, schulden moeten kwijtgescholden worden. De ziektekosten, de eigen bijdrage ziektekosten moet eruit, de tandarts moet in het basispakket, de toeslagen moeten omhoog. En op dit moment accepteren wij, ook wij zoals we hier zitten, dat er honderdduizenden mensen met een chronische ziekte of een arbeidsbeperking in de bijstand zitten, omdat wij de WSW hebben afgeschaft, wij de WAJONG hebben afgeschaft, en ik vrees dat wij daar mede verantwoordelijk voor zijn, zoals we hier zitten. Daar, de uitgangspunt van de WAJONG was dat er een erkenning was dat mensen niet volledig mee zouden kunnen doen in het participatieproces, maar dat zij evengoed op basis van het wettelijk minimumloon een leefbaar inkomen kregen. Ze krijgen daar nu een percentage van, waardoor je nooit boven de bijstand uitkomt. Jong gehandicapten nooit zullen kunnen samenwonen, nooit zullen kunnen sparen. En we negeren ze, we willen ze niet zien. Allemaal onderdeel van die 2 miljoen. Want, en die 2 miljoen, dat is voor een groot deel werkende mensen. Werkende mensen die gewoon voltijd werken, ook nog mantelzorg moeten doen. Alles, hè, het verschuift allemaal en dat accepteren wij als samenleving. Dus wat ik zou willen voorstellen, als gedurfde oplossing, is dat wij met z'n allen een radicale herverdelingsagenda gaan maken. De vermogensaanwasbelasting, de winstbelasting moet omhoog naar minstens het percentage dat wij op arbeidsbelasting betalen. We zijn een van de laagste in het land. Het is geld zat, Bert zei het al. Er is geld zat. We hebben een herverdelingsoperatie nodig. Dan kan het allemaal betaald worden. Want het is onacceptabel dat wij als sociale beweging accepteren dat 1 miljoen tot 2 miljoen mensen niet meedoen. En we kijken zo. Dat willen we niet weten, want het lukt ons best nog wel om op wintersport te gaan. Dus wat is het probleem helemaal? Nou, het probleem is heel erg groot. Het is heel erg schrijnend. En er moet een sociale beweging komen, en dat kan werkelijk geen dag wachten, die zich over de onderlinge verschillen heen gaat zetten. Waarin diverse, veel meer dan GroenLinks en de Partij van de Arbeid, veel breder de samenwerking dan maar even zo doen naar de onderlinge verschillen, maar de onderlinge overeenkomsten zoeken. Want we laten mensen in de steek. Als FNV voeren wij die sociale beweging heel graag aan. Ik geloof dat u kunt zien dat wij dat op dit moment al aan het doen zijn. Want als ik het even mag zeggen, wij groeien met 7000 leden op dit moment per maand. En ik ben heel blij dat de coalitie, dat de coalitie GroenLinks Partij van de Arbeid een zetel, hè, ongeveer gelijk blijft in de Eerste Kamer. Maar dat is niet genoeg. We moeten ook de samenwerking met andere partijen zoeken. En uiteraard fascisten, racisten, islamofoben, antisemieten zijn daar niet welkom. Maar alle andere partijen, zoek daar de samenwerking mee op. Laten we die sociale agenda maken en laten we hem urgent maken, want er zakken mensen in de ellende. En als je ook nog durft te kijken wat nu niet gebeurt, welk kabinet er ook zit, er wordt nooit interdepartementaal gekeken. Want als je op SZW, daar hebben we het vandaag over, sociale zaken, meer gaat uitgeven, ben je minder kwijt op volksgezondheid. En die twee, dat die communicerende vaten, dat durft blijkbaar niemand aan te spreken. Want het zit in een bepaald stramien. En er komt een kabinet, en Joop den Uyl zei het vroeger altijd, het is altijd een beetje geknoei in de marge. Het mag geen geknoei meer in de marge zijn. We moeten een radicale verandering hebben. Op den duur zou dat best het basisinkomen kunnen zijn, maar op dit moment
moet het systeem ook veranderd. En een hoop dingen kunnen binnen dat systeem. En dat is wel waar we naartoe moeten. Dat is een kwestie van politieke wil. Je over de verschillen heen zetten. De samenwerking zoeken. En vooruit. En wel linksom. Dankjewel Kitty. Dit zijn volgens mij een paar hele mooie opzwepende woorden waarmee we volgens mij ook echt verder kunnen. Ik zie gelijk een paar handen. We hebben tijd voor twee vragen, want volgens mij moeten we ook echt door. Tot drie. Ja, dus ik zeg erbij... Dan hadden de mensen beloofd nog vragen mochten stellen, dus dat doen we ook. Ik zeg erbij, het moet een vraag zijn. Dus er zit een vraagteken achter. Zal ik jou En niet vindt u ook niet. Geef deze maar een Kitty. Eerlijk verdelen, want ik ga nu naar mensen toe die nog niet eerder een vraag hebben gesteld. Oh jee, ik moet even ergens anders langs. Deze meneer eerst, en dan kom ik bij. Oké. Nou, goed, mooi verhaal vond ik. Maar ik heb een vraag, en dat is namelijk, als het FNV nou langzamerhand voor het basisinkomen is, hoe zit het met de andere vakbonden in Europa, weet je dat ook? Ik weet het niet. Ik weet wel dat het CNV, het is trouwens de FNV, hè? Het is het CNV, de FNV. Het CNV is daar een aantal jaar geleden mee bezig geweest. Daar waren wij eigenlijk wel een beetje chagrijnig over, dat ze ons voor waren. Maar dat is volgens mij op niets uitgelopen. Kijk, misschien zijn ze toch weer geïnspireerd. Maar wij zijn natuurlijk ook in Europa en ook wereldwijd natuurlijk een hele grote vakbond als FNV. Dus ik bekijk hem juist andersom. Ik hoop dat wij ook andere vakbonden gaan inspireren. Nou, ik weet dat de Duitsers onderling erg verdeeld zijn. Dat met name de grootste bond, de industriebond, heel erg tegen het basisinkomen is. Dat zijn ook allemaal dingen die wij meegenomen hebben in onze internationale vergelijkingen. Volgende. Zijn nog heel klein. Ja. Ik heb een vraag over het basisinkomen. Hoe kijkt men aan om de uitkeringen en de toeslagen bij elkaar op te tellen om te komen tot een basisinkomen? Dat zou misschien een model kunnen zijn, maar dat is precies wat we willen laten onderzoeken. Kijk, we hebben ook onlangs onze belastingvisie aangepast. En daar staat ook in dat je eigenlijk toeslagen niet nodig zou moeten hebben, want het loon zou gewoon hoog genoeg moeten zijn om van te kunnen leven. Hè? Het is ook een beetje een doekje voor het bloeden. En er zit ook een bepaalde ideologie achter toeslagen. Dat je maar vooral als burger moet voelen hoe duur de verzorgingsstaat wel niet is. Hè? Dat was natuurlijk ook een ideologisch motief achter de toeslagen. Op dit moment kunnen we nog niet zonder. En wij vinden dat het prima de participatie, de bijstand kan vervangen. Maar absoluut niet de werknemersverzekering. In het FNV-model komt het basisinkomen bovenop de WW en de WIA. Ja, nou, wellicht nog even ter aanvulling, hè, in de berekeningen die ik dan zie. Als je de toeslagen afschaft, dan zit je ongeveer op 60% van het mediane inkomen. Dus het zou heel goed zijn. Het probleem nu is gewoon, hè, die armoedeval wordt veroorzaakt omdat die toeslagen worden verrekend. Dus daar zou ik dan het eerste mee willen stoppen. Nou, ja, vraag. Mijn vraag is gewoon, je zit ook bij de SER. Dus je vertegenwoordigt de FNV bij de SER. En de SER die heeft ook het beleid en die schrijft ook de wet voor de regering. In hoeverre heb je nou invloed op deze VVD-partijen? En wat kan je dan in de SER nog behalen voor het armoedebeleid in Nederland? Dat is een mooiere vraag nog dan u weet. Het is een beetje een mysterieuze omschrijving, maar ik ben heel blij dat u hem stelt. Wij zitten inderdaad in de Sociaal-Economische Raad en wij hebben daar twee adviezen uitgebracht. In 2017, 2018 al een advies over kinderarmoede en onlangs over armoede. Vorig jaar, meen ik. Was het maar zo dat wij de wetten maakten voor de regering.
Wat er tegenwoordig gebeurt met SER-adviezen is dat ze in een la terechtkomen, omdat dit kabinet er geen enkele boodschap aan heeft als de boodschap die de SER uitzendt hen niet welvallig is. En dat is een zorgelijke zaak. Want in dat laatste SER-advies, daar staat bijvoorbeeld in de verzilverbare heffingskorting. Die staat daar al in. Dat is al een advies van de SER. Er staan ook rond kinderarmoede hele belangrijke dingen in. Het is een waard om hem eens op te zoeken op de site van de SER. Alleen hij verdwijnt gewoon in een la. En dat is iets waar ik, we hebben natuurlijk een machtig mooie nieuwe voorzitter van de SER, Kim Putters. Dat is ook wel een van zijn voornemens om met die beweging te zorgen. Dus dat in de la verdwijnen. En als in het advies niet aanstaat. Want daar staan dus hele belangrijke adviezen in. Ook over de participatiewet. Ook over dat het minimumloon te laag is en omhoog moet. Hoe gaan we ook zorgen dat, dus wij trekken ons die samenwerking ook aan in bijvoorbeeld de SER, dat we dat effectiever gaan krijgen. Hoe gaan we nou zorgen dat die adviezen meer impact krijgen? Maar dat kunnen wij natuurlijk ook niet alleen. Maar we proberen wat dat betreft als FNV wel en via staken en via de polder en via activisme voortdurend maar die agenda. En met onze lokale netwerken in alle gemeenten zitten we. De gemeenteraden te beïnvloeden. Je hebt het allemaal nodig, maar je hebt vooral ook een regering nodig die daar ook naar luistert. En dat is wat er dus op dit moment helemaal niet gebeurt. En dat is natuurlijk een hele zorgelijke zaak, waardoor wat mij betreft natuurlijk afgelopen woensdag we ook een hele zorgelijke uitkomst van de verkiezingen hebben gehad. Hier nog een vraag. Mogelijkerwijs geen hele prettige vraag. Wat is jouw overtuiging dat je binnen dit systeem, waarbij als ik het even heel kort door de bocht zeg, dit systeem is gebaseerd op uitbuiting van whatever. Maakt niet uit wat het is. En als we het beter kunnen uitbuiten, doen we dat. Hoe denk jij, vanuit welke overtuiging denk jij dat dit systeem eerst veranderd moet worden ten voordele van minder uitbuiting, terwijl de essentie van het systeem is, we buiten uit, no matter what. Hij zit er strak in, die vraag. Ja, het is een bijna filosofische vraag. Nou ja, dat kan je ook filosofisch noemen. Is een systeem in zichzelf uitbuitend? Dat is natuurlijk een vraag. Of is het systeem neutraal, maar in handen van de verkeerde mensen leidt dat tot uitbuiting? Ik bedoel, die vraag gaan we zeker binnen de minuut die ik denk ik nog heb niet oplossen. Ik denk, als je nu gaat roepen we hebben een systeemverandering nodig, dan zijn we weer zoveel jaar verder en het kan geen dag uitstel meer leiden. Dus ik denk, het systeem is nu zoals het is. Ik noem een voorbeeld, wij toch even uit. Op dit moment zijn wij als FNV keihard achter de schermen aan de slag met hardheden uit de WIA te halen. De WIA, de opvolger van de WAO, daar zitten onacceptabele hardheden in die leiden tot armoede. En niet alleen de mensen die in de bijstand terechtkomen, maar de uitkering op zichzelf is te laag. Het is gekoppeld aan de WW. Mensen denken dat ze 70% van hun laatst verdiende loon is. Nou, in het ergste geval kom je na 3 jaar, zit je met totaal 700 euro. Dat is je totale inkomen, ook al heb je 4000 ooit verdiend. Daar zitten hardheden in. De minister zegt tegen mij, ik ga die hardheden, kan ik pas oplossen als het systeem veranderd is. Dat is niet waar. Je kunt binnen het systeem kleine aanpassingen doen. Die kosten geld, absoluut. Maar daar hoeft het systeem niet voor veranderd te worden. Het is hetzelfde met de participatiewet. Je kunt de tegenprestatie schrappen. Die kun je gewoon schrappen. De kostendelersnorm is pas 6 jaar oud. Je kunt hem gewoon schrappen. Je kunt de zoektermijn voor jongeren van 4 weken kun je gewoon schrappen.
En dan wordt het bijna een filosofische vraag. Is dat dan nog een systeemverandering? Of ben je gewoon het huidige systeem aan het verbeteren? En om dat voor elkaar te krijgen, moet het systeem wel in handen van andere mensen. Want in de handen van de VVD is het niet vertrouwd. Wat hebben we nog? Nog eentje? Ja? Oké. Okay. Ja. Kunnen we morgen onze vluchtelingen ook onmiddellijk aan het werk zetten, in plaats van opgevangen in huizen waar ze niet mogen werken? Nou, ik ben niet de minister van Sociale Zaken. Maar, en dat is CDA, hè? En eerlijk gezegd, de CDA'ers in dit kabinet vallen erg mee. Hoor ik ook altijd van collega's. We zijn op dit moment bezig, en daar werken wij aan mee, en we hebben daar randvoorwaarden aangesteld als FNV, om inderdaad in een traject dat VIA heet, ik weet niet meer, het heeft ook een andere naam gekregen, maar dat heeft tot doel om mensen die hier asiel zoeken, in de vluchtelingen betekenis van het woord, hè. Ik vind asielzoekers, dat wordt gedevalueerd, maar asiel is natuurlijk eigenlijk een heel mooi woord voor mensen die onze hulp heel hard nodig hebben. Daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt om daar trajecten op te zetten. Om mensen die hier hun toevlucht, hun heil zoeken, zo snel mogelijk. Hè, ook al hebben ze, eigenlijk onmiddellijk de taal leren op het werk. Maar ook dat er gekeken mag worden naar wat voor scholing hebben zij al gehad. Wat deden zij in het land van herkomst. Ik heb zelf in Weesp, waar ik vandaan kom, voor een vluchtelingenorganisatie gewerkt. En daar zag je mensenrechtenadvocaten uit Irak, kaakchirurgen uit Iran. Ja, iedereen komt hier in de schoonmaak terecht, want dat is de snelste weg. Ook al hebben ze 1 jaar een master nodig om hun opleiding compatibel te maken met wat wij hier doen. Dat mag dan niet, want dat is te duur. Nou, wij hebben gezegd, wij willen aan het traject van SZW, dat op dit moment loopt, meewerken, als dat aan randvoorwaarden van ons voldoet. En scholing, het mogen, zelf mogen uitkiezen wat voor werk ze gaan doen, wat voor elke bijstandsgerechtigde moet gelden. Als je scholing nodig hebt, krijg je die scholing en nooit werken zonder loon. Nooit werken met behoud van uitkering. Oké. Okay. Ja, je interruptie zei je vergeven, maar nu je vraag. Oké. Okay. Ja, ik vraag me af, als u... U heeft allerlei maatregelen net genoemd die nodig zijn om alles te verbeteren. Als u nou zou zeggen, wij willen een basisinkomen, maar daarvoor moeten de regelingen die u nu het allemaal net noemt, onderdeel zijn van dat verhaal. Komt het dan niet veel geloofwaardiger over? Er wordt op het moment, zijn er zoveel regelingen door allerlei partijen, en die worden maar, er wordt niet in geloofd. En ik denk dat wel het idee van het de waarde van het basisinkomen, daarmee schep je een mogelijkheid om die regelingen waardevoller te maken. Meteen integreren dus. Ja, ik denk het niet. Ik denk op de eerste plaats niet dat mijn verhaal ongeloofwaardig is. En ik denk dat, ik noem inderdaad een heleboel dingen op, maar iedereen die zich hier op dagdagelijkse basis mee bezighoudt, kent de regelingen die ik net even staccato opnoemde uit zijn hoofd. Wat ongeloofwaardig is van de politiek op dit moment, is dat zij het ook allemaal weten, maar ervoor kiezen om er niks aan te doen. Dus het zijn twee verschillende onderwerpen. Ik zou ook wel eens willen kijken, in het kader van onderzoek, dat als je het allemaal, als het systeem in handen zou komen van mensen die je wel kunt vertrouwen en een sociale agenda hebben, of je daarmee het basisinkomen uiteindelijk niet overbodig maakt. Kan ook, hè? Weet ik niet. Maar als het systeem goed zou werken, is het idee van het basisinkomen ook niet gekomen omdat het systeem niet werkt. Of in verkeerde handen is. Hè? Dat zijn vragen, die gaan we verder onderzoeken. Is het één verhaal? Dat vind ik te vroeg om te zeggen. Ik zie twee parallele sporen. We moeten nu iets onmiddellijk, met wat nu onmiddellijk kan. En we moeten gaan onderzoeken wanneer het verantwoord is om welk basisinkomen in te voeren.
En als FNV, zeg ik dan nogmaals, hebben we daar een positieve grondhouding over. Er is nog wel ruimte voor meer vragen, maar ik geef de microfoon ook gewoon even terug aan Julia. Want jij bent van GroenLinks, er zijn veel PvdA's hier in de zaal. Maar misschien kun jij ook nog eens een keer reageren op wat jij hebt gehoord, ook van de zijde van de FNV. Ja, zeker. Een hele andere vraag. ik dacht dat ik moest modereren, dus geen kleur heb vandaag. Net politiek, hè? Ik denk, als ik dit zo hoor, kan ik hier eigenlijk gewoon volledig achter staan. Want wat we moeten doen, is er is heel veel nodig. En de vraag is altijd, ga je eerst het systeem veranderen of verander je het systeem? En ik denk dat we gewoon geen tijd hebben om ons die vraag af te stellen. Dus we moeten gewoon op beide heel hard inzetten. En dat vraagt wat vanuit ons, vanuit de politiek. Dat vraagt ook zeker wat vanuit de bewegingen, dus vanuit de vakbeweging, maar ook alle andere mensen. En wat mij betreft is dat één grote strijd die we met elkaar te voeren hebben, omdat het nu nodig is. Want er zijn nu mensen die in de problemen komen. Er zijn nu mensen die in de knel zitten. En die mensen kunnen we niet aan de kant laten staan. En ik denk dat het verhaal wat Kitty net deed, maar uit het hart gegrepen is, dat er gewoon mensen zijn met een arbeidsbeperking of een beperking, waar we zo'n afstand toe hebben gecreëerd. Want zij hebben niet die afstand, maar de arbeidsmarkt heeft die afstand. Daar moeten we nu gelijk aan werken. En elke dag als ik weer iemand spreek met weer een schrijnend verhaal, ja, vraag ik me ook af wat we aan het doen zijn. Dus dat is meer een politiek verhaal. En ik ben nog wel benieuwd, en dat is dan misschien een vraag aan jou ook. Er zitten hier volgens mij ook veel mensen in de zaal die lokaal actief zijn. Of iets anders doen in de gemeente. We hadden net iemand die zei dat hij bij de ombudszaken actief was. Van alles wat. Wat zou je mensen meegeven wat ze morgen zouden kunnen doen? Dan wel in de lokale politiek, dan wel als ze op andere plekken zitten. Het eerste is, stap alsjeblieft in je gemeente het vakbondshuis van de FNV binnen. En zoek contact met de FNV'ers die lokaal actief zijn. Want dit verhaal, wat ik hier nu vertel, wordt uitgedragen in al onze 93 vakbondsnetwerken die we hebben. We zitten in elke arbeidsmarktregio, we zitten in heel erg veel gemeentes. Dus die samenwerking zoeken. Ik ben zelf als raadslid begonnen voor de Partij van de Arbeid. Inmiddels ook lid van GroenLinks uiteraard, in de rood-groene beweging. Misschien Bert, mag ik ook straks namens GroenLinks iets zeggen? Nee. Nee, maar ik heb zelf heel veel van FNV'ers geleerd in de regio waar ik raadslid was. Omdat die natuurlijk gevoed. He, wij worden natuurlijk vanuit de mensen die lokaal politiek actief zijn, worden vanuit natuurlijk het partijbureau gesteund. Maar wij steunen natuurlijk ook onze mensen die in de FNV lokaal actief zijn. En dat komt heel vaak bij elkaar. We kunnen elkaar inspireren, we kunnen elkaar op ideeën brengen. Wij kunnen natuurlijk massa's op de been brengen, waar het nodig is, ook lokaal. We kunnen inspreken, dus die samenwerking zoeken. Dat je daar overheen zetten en toch eens zo'n gebouw met van die letters erop FNV instappen. En gewoon de samenwerking zoeken. We zien ook dat heel veel jonge mensen actief willen worden. Ook bijvoorbeeld op de energietransitie. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen. En dat maakt het ook zo belangrijk dat we dat gaan doen. Want die decentralisatiebeweging, die stopt niet. Die neemt alleen maar toe. Gemeenten gaan al over heel veel dingen. De provincies gaan over steeds meer dingen. De arbeidsmarktregio's, de wethouders in de centrumgemeenten, die krijgen steeds meer macht. Sorry, wethouders, maar als ze van de goede kleur zijn, dan ben ik daar blij mee. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet zo. En ik hou me hard vast wat er gaat gebeuren de komende tijd. Want ook de provincie heeft natuurlijk veel invloed. Het IPO, het interprovinciaal overleg, is machtiger aan het worden dan de VNG. Dat vind ik een zorgelijke beweging, een bemachtige lobbybeweging. En ik ben het helemaal met Tim Schongers, directeur van de WR die Beckman Stichting, eens. Dat je armoede niet moet opdelen in allerlei verschillende soorten armoedes. Maar energiearmoede hadden wij als FNV in 2018 al op de kaart gezet. Want wij voorspelden dat al zou komen voordat de gasprijzen omhoog gingen. Omdat er gewoon op gemeentelijk niveau, in corporaties,
heel veel misgaat over het isoleren van woningen. Het zijn allemaal dingen die gebeuren op het land, op het lokale niveau. En de Rijksoverheid lijkt soms ook wel opgelucht dat ze het niet zelf hoeven te doen en dat ze het weggeorganiseerd hebben. Dus we moeten daar ook niet naïef in zijn. We kunnen niet alleen maar naar de Rijksoverheid kijken. We moeten juist oog hebben voor de krachten en de machten op dat lokale niveau en ons ook daar versterken. Dus die beweging van onderop, en we hoeven niet een grassroots beweging te zijn, want daar zijn we allemaal veel te groot voor. Maar daar slim die krachten bundelen en ook daar ons over de verschillen heen zetten. En dan toch ook maar eens met een CDA'er gaan praten. Of een enkele, nou, er zijn grenzen, maar D66'er. De kans soms best. We moeten daar ook, ik vind onszelf, en dan mag ik dat misschien zeggen, als we het over linksom hebben, en ik zeg dat wel vaker, en dan komt een deel van mijn achterban zeggen van, ja, maar we zijn helemaal niet links. Maar ik zeg het toch, ik vind dat wij ook als vakbond een linkse beweging zijn. Alleen wat ik op links te veel zie, dat we onze ideologische verschillen uitvergroten, daarom er niet uitkomen en ondertussen rechts er met de winst vandoor gaat. Of een populaire mevrouw met rare krullen die een verhaal heeft die voor een deel op drijfzand en voor een deel op leugens is gebaseerd, die gaat er met de winst door. Omdat wij nog tot achter de komma zitten te bedenken of we het over artikel weet ik veel uit welk statuut wel eens gaan worden. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Dank jullie wel. Ik geloof dat dit een hele mooie afsluiting is van een programmaonderdeel. Namelijk, laten we nou zorgen dat wij ons met elkaar verenigen. Want er is nog wat meer te doen. Voor Kitty en voor de mensen die hier net op het podium waren. Want die hebben volgens mij een hoop inspiratie meegegeven. Waar we vandaag, morgen en de rest van de tijd mee verder kunnen. Julia, Peter, Kitty, hartstikke bedankt. Dank voor je inspirerende woorden. Samen sterk. En allemaal, naast alle technische discussie over de details rond basisinkomen, ook altijd oog hebben voor de politieke oplossing en de operationele oplossing. We gaan nu pauze vieren. Om 15:15 moeten we echt terug zijn. Dan komt Jesse Klaver. En die heeft mij beloofd een heel interessant verhaal te vertellen. Dus nu pauze, 15:15 terug.